Hier in de Kromhouthal in Amsterdam gaat het de hele dag over de winkel van de toekomst. Van winkelbeleving en klantbinding tot augmented reality en kunstmatige intelligentie. En RTLZ is daar de hele middag live bij. Goedemiddag en heel fijn dat u kijkt. Ja, jaarlijks geven we vele miljarden uit in de webwinkel. Maar ja, we sturen ook wel heel veel spullen terug. En dat is niet alleen zonde van het geld, maar ook niet goed voor het milieu. Want al die pakjes moeten weer terug met die vervuilende busjes. Nou, hoe we dat probleem van het terugsturen kunnen gaan oplossen, dat bespreek ik met mijn twee gasten. Jeffrey Duijvesteijn van G-Star. Ja. Jij bent wereldwijd verantwoordelijk voor de e-commerce, dus alles wat online verkocht wordt door G-Star. Ja, klopt. En Harm Teunis, techverslaggever bij RTLZ, dus mijn collega. We kennen elkaar ook, dus we hebben afgesproken te tutoyeren. Harm, ik begin met jou. Ja, dat online winkelen, ik zei het al, we doen dat allemaal. We kopen allemaal spullen online. Hoe groot is die markt nou eigenlijk? Ja, dat is echt gigantisch. We zijn er echt wel fan van, zou je wel kunnen zeggen. We hebben het afgelopen jaar bijna 24 miljard euro uitgegeven. 24 miljard? Ja, dat is een gigantisch aantal. Ja. Dat is wel verdeeld over producten en diensten. Dus als je kijkt alleen naar producten, dan is het ongeveer 13,1 miljard. En dat, even om het in verhouding te brengen, is zo'n 10% van wat er totaal aan omzet is binnen de detailhandel. Dus dat zijn flinke aantallen. Ja, enorm. Ik zei het net al, we sturen ook heel veel terug. Heb je daar zicht op? Hoeveel producten sturen we nou eigenlijk terug? Het percentage misschien? Nou, ik heb het op een rij gezet. Dat gaan we nu even laten zien. Het zijn eigenlijk schattingen. Het komt erop neer dat elektronica, daar geven we zo'n beetje 15%. Gaat dan weer terug naar de webwinkel waar we het bestellen. Woonartikelen, zoals meubels, 7,5%. Sportspullen, 10%. Dus een voetbal of een tennisracket of iets dergelijks. En kleding, dat is de uitschieter, 40%. Dat is de schatting. Weekamp en Zalando zeggen dat het ongeveer neerkomt op zo'n 50%. Dus zo'n beetje de helft wordt teruggestuurd. En dat kost natuurlijk een heleboel geld, want die retourzendingen die moeten ook weer verwerkt worden. Bijvoorbeeld kleding moet ook gecontroleerd worden. Is dat beschadigd of niet? Kan dat nog wel een keer verkocht worden? Dus dat is natuurlijk wel een behoorlijke kostenpost voor retailbedrijven of online retailbedrijven. Ja, en daar zit natuurlijk wel een uitdaging. Ja, Jeffrey van G-Star dus. Ja. Jullie zitten in de kleding. 40% van de kleding, Zalando zelfs 50% van de spullen terug. Herken je dat, die grote aantallen? Ja, dat herken ik zeker. En kijk, wij zijn een wereldwijd bedrijf, dus we hebben ook onze webshop in meerdere landen. We zien ook zelfs dat het per land heel erg verschilt. Cultureel is het ook bepaald. In Duitsland, waar ze bekend zijn met achteraf betaalmethodes sinds jaar en dag, daar zie je dat de retouren veel hoger zijn dan in landen waar met name direct betaald wordt. En wat is de voornaamste reden van het terugsturen? Nou, wat je ziet is dat heel veel mensen het fijn vinden om een product te proberen. In een fysieke winkel dan heb je eigenlijk twee dingen wel die je online niet hebt. En dat is, je kan het product voelen en je kan het product passen. En voor heel veel mensen is het toch een onzekerheid als je iets online bestelt. En bestelt men ook soms vaak veel dingen tegelijk. En dan bestellen ze 3 dingen en sturen ze 2 dingen terug. Ja, het lijkt me ook met de maat toch, want je weet ook nooit, ja, heb ik altijd online. Ja. Of ik schat mezelf een beetje te positief in, maar het zit heel vaak net niet helemaal goed. Ja. Dan moet het weer terug. Ja, nee, kijk, vroeger ging je naar de kleermaker en dan werd alles op maat gemaakt. En toen op een gegeven moment kwam de confectiemode kwam in. Ja, het zijn toch gestandaardiseerde maten en niet ieder mens is hetzelfde. Dus het is best wel lastig om online vanaf een scherm een juiste maat te kunnen kiezen. Ja. Ja. Harm, techverslaggever, jij bent veel op beurzen. Jij weet wat er in de toekomst ligt eigenlijk. Wat gaat er komen? Zijn hier nou oplossingen voor met technologie? Nou ja, je ziet op de verschillende beurzen zie je allemaal verschillende oplossingen. En veel doen eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Dus eigenlijk wil je er gewoon voor zorgen dat precies wat je zegt, dat probleem, past het wel. Hè? En dat wil je natuurlijk vooraf weten. En het is heel moeilijk om daar een inschatting van te maken. Er zijn bijvoorbeeld wel apps waarmee je bijvoorbeeld je voet helemaal meet, tot op de millimeter nauwkeurig. Nou ja, en dat moet er dus voor zorgen dat een schoen bijvoorbeeld past. Maar zo is bijvoorbeeld ook een pak van het Japanse merk Sozo Suit. Dat is een pak die je eigenlijk, dat trek je aan en dan neem je een paar foto's van jezelf. Nou, onze collega Bram van Dijk van Bright, die heeft dat ding uitgeprobeerd. We moeten misschien even kijken. Leuk. Een pak dat belooft een 3D-scan van je lichaam te maken met behulp van je smartphone. En daarna hoef je nooit meer iets te passen, maar als je iets online koopt, weet je zeker dat het past. Dat is de belofte. The markers cannot be detected. It is possible that the room is too dark. Hij is weer gefaald. Het moet nog een keer opnieuw. You are in the perfect position. You're done. The measurement process is complete. See the results on your phone. Ik ga gewoon een shirt en een broek bestellen en dan weet ik dus of ik kan shoppen zonder ooit nog iets terug te sturen. Of dat ik gewoon in het pak genaaid ben. Tadaa! Mijn nieuwe outfit is binnen. Nieuw shirt, nieuwe broek. Binnen een paar dagen kreeg ik het al binnen. Meteen aangetrokken natuurlijk. En ik ben medium tevreden. Deze broek zit eigenlijk wel heel lekker. Het shirt is niet helemaal mijn maat. De schouders zijn op zich goed. Maar als ik met mijn handen omhoog ga, dan zie je meteen dat mijn buik eronder tevoorschijn komt. En vooral als dit nog een keer gewassen moet worden, ben ik heel erg bang dat die echt te krap gaat worden. Dus dit shirt gaat toch nog terug. Ja, Harm, het zag er leuk uit, maar ja, het werkt niet helemaal. Nou ja, die broek die stond hem goed. Het shirt was duidelijk te kort. Dus dan zie je dat, ondanks dat dit er echt wel heel tof uitziet, het lijkt mij heel leuk om het te proberen ook, werkt het dus kennelijk toch niet echt. En de Japanse bedenker, een Japanse miljardair, die heeft de stekker uit het Europese project getrokken. In Japan kan je dit nog wel doen. Ja, en als je dit ziet, dan begrijp je wel een beetje waar dat door komt. Want er zitten nogal wat technische hobbels eigenlijk. Hè. Het fotograferen van jezelf, je moest 12 foto's maken. Ja, dat werkte gewoon in veel gevallen niet. Niet heel lekker. Dus zo zie je eigenlijk dat technische oplossingen zijn heel tof bedacht, maar werken in de praktijk toch niet altijd even lekker. Zijn jullie bij G-Star al bezig met dit soort dingen? Zo'n avatar van jezelf, zo'n pak of zo? Nou, zo'n pak gaat misschien nog wel wat ver, maar we hebben in de afgelopen jaren redelijk wat van dit soort oplossingen getest. Die oplossingen waar het eigenlijk op neerkomt, willen eigenlijk een benadering maken van de lichaamsafmeting van de consument. En op basis daarvan leggen ze dat dan tegen onze maattabel aan of tegen de maat van de kleding aan. En dan willen ze een advies geven in hoeverre dit voor de consument zou passen of niet. En je ziet eigenlijk op beide vlakken dat het problematisch is. Het is, laat ik zeggen, een uitdaging. Wat je ziet is dat heel veel van die oplossingen hebben het nog niet helemaal in de vingers om echt daadwerkelijk de afmetingen van die consument te vatten. Yeah. En daarnaast werken heel veel van dat soort oplossingen ook nog met maattabellen die standaard zijn voor een productgroep, maar niet voor een product misschien op maatniveau zelfs. Hoe bedoel je dat? Kun je dat uitleggen? Waar het eigenlijk naartoe zou moeten gaan is dat je van elk product, dus bijvoorbeeld dit shirt, in elke maat, kijk dit is een M'tje, maar je wil die maat van die M wil je weten, maar je wil ook de maat van de L weten, van de extra large. En die maten die van elk product op maatniveau moeten eigenlijk in een database worden opgeslagen. Maar dat is een gigantische operatie. Ja. Toch? Ja, en dan moet je dat dus ook weer matchen met een avatar van iemands lichaam, wat ook nog eens een keer accuraat is. Want je geeft wel een bepaalde, laten we zeggen, ja, je wekt een verwachting dat het klopt als je dit soort technologie gaat toepassen. En als het dan ook nog eens een keertje tegenvalt, dan is dat extra vervelend voor de consument. Dus dit gaan jullie voorlopig nog niet aanbieden? Nou, we hebben dus in de afgelopen jaren denk ik wel een stuk of 5 van dit soort oplossingen getest. En we kijken dan eigenlijk naar 2 dingen. Gaan consumenten daadwerkelijk ook meer bestellen als ze zo'n dergelijke oplossing gebruiken? En het tweede, worden de retouren teruggedrongen bij het gebruik van deze oplossing? En wat we zien is dat de verschillen eigenlijk niet significant groot zijn. Of in ieder geval voldoende om de kosten van de implementatie van die tool te dekken. Precies, het is heel duur natuurlijk. Ja. En wat is er voor nodig om het door te laten voorkomen? Nou ja, er moet echt heel veel geïnvesteerd gaan worden in met name ook dat eerste probleem. Dus het vatten van die lichaamsafmeting van de consument. Wat ik zie is dat daar nog zoveel technologie nog niet doorontwikkeld is. Werkt nog net niet lekker met die Sozo Suit. Ja, je moet je foto's maken met je eigen mobiel. Werkt niet handig. Werkt niet. Je zou eigenlijk naar een oplossing moeten waarbij iemand echt gescand wordt in een soort van paskamer. Die data moet worden opgeslagen. Daarnaast moeten bedrijven, merken, die moeten ook hun data gaan ontsluiten naar dat soort platformen. Ja. En ze moeten überhaupt die data hebben op maatniveau, wat de afmetingen zijn. Heel veel bedrijven die ontwikkelen ook nog 2D kleding, tekenen het op een papier. Maar je moet eigenlijk dan naar 3D ontwerp toe gaan, want dat is de manier dan geeft het helemaal weer. Hoe lang denk jij, Harm, dat het nog duurt voordat we met onze avatar kunnen gaan shoppen in een online winkel? Ja, het idee is natuurlijk heel tof dat je dus een 3D-scan van jezelf hebt die dus gewoon helemaal accuraat is en dat je daarmee kan winkelen. Nou, een paar jaar geleden zijn er ook wel tests mee geweest. Bram die heeft ook zo'n 3D-scan. Ja, onze collega die we net gezien hebben. Ja. Die heeft ook zo'n scan van zichzelf laten maken. Ja. Kijk, wat volgens mij de uitdaging is om dit naar de consument te brengen. Want ja, hoe ga ik als consument een 3D-scan van mezelf maken? Moet ik dat thuis doen of moet ik echt naar een locatie om dat te laten doen? Dat is volgens mij best nog wel een drempel drempel die retailers, maar ook merken als G-Star volgens mij moeten gaan. Ja, we hebben dus al echt nog wel wat drempels te zien hier. En Harm, heb je nou andere ontwikkelingen gezien in technologie die misschien dat terugsturen een beetje kunnen terugdringen? Ja, laten we bijvoorbeeld, één mooi voorbeeld is augmented reality. Het is eigenlijk een laag die je over de werkelijkheid heen legt. En dat is met Pokémon bijvoorbeeld, toch? Bijvoorbeeld, dat is een heel goed voorbeeld. Ja. Dus wat je doet eigenlijk, je pakt je smartphone en daarmee bekijk je via de camera, bekijk je jouw omgeving. En dan kun je het product in jouw omgeving bekijken. Dus dan loop je eromheen en dan zie je hoe iets staat. Dat is voor kleding misschien niet zo interessant, maar juist voor bijvoorbeeld meubels of tv's is dat heel interessant. IKEA heeft zo'n app. Ja, volgens mij hebben we daar ook beeld van en zo ziet dat er volgens mij uit. Ja. En dan heb je hier, dit is mijn woonkamer, dan kan ik zo dus allerlei stoelen die dan bij IKEA worden aangeboden, kun je dus in je kamer uitproberen eigenlijk. Dat is het idee, hè? Ja, we hebben, onze collega Sam hebben we vanmiddag nog even op een stoel van IKEA gezet in de redactie. Dat is heel leuk, maar je kunt, dat is wel gewoon een leuke manier om te zien hoe zo'n ding daadwerkelijk staat in de omgeving. En werkt dat nou ook? Ik bedoel, is het nou echt zo, als ik dat heb uitgeprobeerd, hè, die rode stoel of iets anders, zie ik dan ook echt, zo wordt het? Ik bedoel, is het in real life ook zo met die rode stoel in mijn huis? Waarbij de test die wij vanmiddag even hebben gedaan, gewoon puur om het even uit te proberen. De stoel die ik uitkoos en eigenlijk in de redactie neerzette, was eigenlijk kleiner dan we dachten. Dus bij Sam was die stoel heel klein. Dat werd een soort van lilliputterstoel. Dat werkte nog niet heel briljant. Tweede drempel is dat je vanuit die IKEA-app nog niet direct kunt bestellen. Maar Coolblue bijvoorbeeld, die hebben ook vanuit hun app, als jij een tv wil bekijken, dan kun jij met die augmented reality app weer jouw wandmeubel of gewoon de muur scannen. Dan zet je de tv daar neer en dan kun je dus zien hoe groot die is in verhouding tot de omgeving. Is dat nou iets voor kleding? Heel kort? Ja, ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk dat er zijn ook wel dat soort oplossingen die dan een kledingstuk projecteren op het lichaam van een consument. Maar dat geeft ook weer een verkeerd beeld, omdat die maat vaak dan ook weer niet klopt. Het valt net anders. Ja. Jongens, ik moet het hierbij laten. Het is heel interessant. We praten er een andere keer over verder. Dank voor dit gesprek. Thuis, dank voor het kijken. En om 17:15 zijn we er weer. Tot straks.